Goedenavond, welkom bij deze thema-uitzending op Sleutelstad TV over plastic. Mijn naam is Gerry van Bakel. Mei is plastic vrij maand. Wat betekent dit? Moeten we helemaal van het plastic af? Moeten we overal statiegeld op gaan heffen? Of moeten we vooral ons best doen om zoveel mogelijk plastic te gaan recyclen? Meningen te over, maar ik denk dat we het over één ding allemaal wel eens zijn. We willen eigenlijk geen plastic afval in de natuur, in de rivier, in de zee en uiteindelijk in de vissen die we zelf opeten. Maar hoe gaan we dat aanpakken? Jullie hebben uit de films From Source to Sea kunnen zien en het Leids Plastic. En in die films kun je zien hoe het helemaal tot in de haarvaten van het water is doorgedrongen en welke weg plastic moet afleggen in het recycleproces voordat het weer als een nieuw flesje in het schap kan staan. Bij ons in de studio van Sleutelstad zijn aangeschoven Marijn Tinga, die in 2017, goedenavond Marijn, in 2017 de hele Rijn afpelde van de bron hoog in de Zwitserse Alpen naar de Noordzee bij Rotterdam. En Jan Stap, die het plastic recycleproces vastlegde. Welkom Marijn. Om met jou te beginnen, ook wel bekend als de plastic soepserver. Kun je jouw film From Source to Sea, nou ja, het is niet helemaal jouw film, hij is gemaakt door Ilke Dekker, prachtige film. Maar kun je de centrale boodschap van die film in een paar zinnen duidelijk maken? Ja, hij is dus gemaakt door Ilke Dekker, die heeft mij gevolgd terwijl ik van de bron terug naar de monding peddelde op een bord gemaakt van plastic flesjes. En wat we daarmee wilden laten zien is, of eigenlijk tonen, hoe dat plastic met die rivier naar zee stroomt. En dat het probleem van plastic niet op zee begint, maar op land. En dat we daardoor oplossingen ook moeten zoeken. En ondertussen zie je hoe ik langs recyclers ga en me steeds meer verdiep in dat plastic afvalprobleem. En ik denk dat de centrale boodschap is dat we allemaal zelf wat moeten doen om daarvan af te komen. Van al dat plastic in de rivier? Om in ieder geval het probleem van de plastic vervuiling op te lossen en dat dat een systemische verandering vergt. Jan Stap, jij hebt je helemaal verdiept in het Leids plastic. In 2019 zei de gemeente Leiden van we gaan niet meer aan de bron scheiden. Jullie hoeven het allemaal niet meer zelf in te zamelen en apart in te leveren. Je kunt gewoon je plastic in de vuilnisbak stoppen. En toen dacht jij van, nou, dan ben ik benieuwd wat er eigenlijk gebeurt. Ja, klopt. Ik dacht van, kan het wel goed zijn? Want het wordt hartstikke vies. Ik bedoel, je gooit je hondenpoepzakjes erbij. Ik verzin maar meteen iets smerigs. En moet daar dan weer mooi schoon plastic van gemaakt worden. Dus ik wilde inderdaad weten van, is dat dan wel een goede keuze geweest van Leiden? En ook, wordt het wel gerecycled? En ook, als het dan gerecycled wordt, hoe goed wordt het gerecycled? Want ook daar zijn allerlei verhalen over de beruchte of beroemde bermpaaltjes als recycling. Het is goed dat het gebeurt, maar het is niet zo mooi als we voor ogen hebben. Dus dat ben ik allemaal gaan onderzoeken. En wat is je conclusie? Want we hebben hem net kunnen zien, die film, ja, dus je mag het nou verklappen. Niet gezien hebben, de conclusie is dat de verschillen tussen voor- en nascheiden niet zo groot zijn. Er is eigenlijk maar één argument, maar misschien moet Marijn dat zeggen, om voor scheiding te pleiten. Uiteindelijk in het recyclingproces maakt het niet heel veel uit. Het Nederlandse systeem althans. In België doen ze het anders, of deden ze het anders, want ze gaan het daar ook veranderen. En daar gaat het verhaal niet zo op als ik het nu zeg. Maar voor Nederland maakt het niet zo heel veel uit. Dus jij zegt, in Nederland maakt het eigenlijk niet uit of je mensen bij de consumenten de verantwoording neerlegt om thuis een aantal bakken neer te zetten en allemaal netjes je plastic daarin te doen. Of dat het gewoon uit het restafval eruit wordt gehaald. Klopt. Ik ging erin met het vooroordeel dat het wel uit zou maken. En naar alle mensen die ik gesproken heb en wat ik gezien heb, er zijn verschillen, maar die zijn klein. En wat vind jij daarvan, van Marijn? Bronscheiding of nascheiding? Nou, volgens mij hebben we het over verschillende dingen. Maar als we beginnen over de kwaliteit, want daar gaat het dan om. Hè, de kwaliteit van bronscheiding ten opzichte van nascheiding. Hè. Dus voor de duidelijkheid, bronscheiding is dat je dus thuis, dat is iets wat we, nou wat was het, in 2019 is dat afgeschaft, ja, hier in Leiden. En voordien kon je dus thuis je plastic afval scheiden en dat naar een bak brengen ergens in de buurt, als er eentje bij in de buurt stond. En dan ging het in vele gevallen ging het dan naar Suez in Rotterdam. Daar werd het dan verder gescheiden. Nou ja, ik spreek veel met Suez. Als je Suez vraagt wat beter werkt, nascheiding of bronscheiding, zij zullen zeggen hoe schoner die stroom is die binnenkomt, dus hoe minder afval daarbij zit, andersoortig afval. Want nu gooien we natuurlijk alles bij elkaar en dat wordt dan weer ergens uit elkaar gehaald.
hoe schoner de beginstroom is, hoe meer je er uiteindelijk mee kan. Ja. Hoe groot die verschillen zijn, dat is natuurlijk de vraag. En de reden waarom destijds hier besloten is om tot die nascheiding over te gaan, is omdat ze zagen dat er maar eigenlijk een heel klein aantal burgers die bezig was met die bronscheidingen. Dus er werd eigenlijk heel weinig gescheiden, of veel te weinig gescheiden. Maar er zijn wel natuurlijk targets gesteld voor hoeveel er uiteindelijk gescheiden moet gaan worden. Nou, daar kwamen ze bij lange niet aan. Dus hebben ze gezegd, nou, laten we dan alles bij elkaar gooien. En die technieken die verfijnen steeds verder. Laten we dan alles bij elkaar gooien. En dan hebben we tenminste die hoeveelheid, hè, die kwantiteit, die halen we wel. Maar die kwaliteit is natuurlijk helemaal niks over gezegd. En uiteraard, die systemen, die technieken, die worden steeds beter. Maar wat je ziet is dat we nu wel een enorme hoeveelheid aan plastic kunnen sorteren. Maar wat er uiteindelijk mee gebeurt, en dat is denk ik dat wat Jan ook straks laat zien, is minimaal. Dus wat winnen we er uiteindelijk mee? Kijk, wat we ermee verloren hebben is volgens mij duidelijk. Is namelijk dat wij als burgers geen contact meer hebben met ons afval. En ik denk dat vind ik een heel kwalijke zaak. Want willen we dit veranderen, dan zullen we dus als burgers, zullen we in elk geval een handelingsperspectief moeten hebben. En door op nascheiding over te gaan, hebben we ook dat gedeelte aan de industrie gelaten. En worden wij als burgers als geheel niet meer erbij betrokken. Ja, want het viel mij zelf op dat ik, toen ik het inderdaad zelf het plastic thuis apart in een zak stopte, dat ik heel weinig restafval overhield. Had ik nog maar 1 vuilniszakje en nu zit ik gewoon, ik zit soms al op 3 vuilniszakken per week. En dan voel ik me dan best wel schuldig over. Dan probeer ik er goed aan te kijken van wat koop ik. Maar we kregen ook een vraag erover binnen van Charlotte van Gemeren, die jullie trouwens plastic helden noemt. Dus dat zou ik jullie toch niet onthouden. Die zegt ook, ja, ik probeer naar de winkel te gaan, neem ik zelf mijn eigen bakjes mee. Maar ja, dat valt toch niet mee om dat dan voor elkaar te krijgen. Dat als je iets gaat afhalen, dat je dan je eigen bakje kunt aanbieden. Dat ze dat dan gaan vullen. Dus zij zegt eigenlijk van, moeten eigenlijk niet de bedrijven die het plastic produceren veel meer hun verantwoordelijkheid nemen? Ja, die bedrijven die willen bedrijf zijn, die willen geld verdienen. Je vraagt aan de slager ook niet of hij geen vlees meer wil verkopen. Dus ik denk niet dat dat gaat werken. De winkels, die zullen daar een grote rol in spelen, denk ik. Want daarvan zijn we klant. Of we nou zelf een bakje meenemen of dat we een ding met verpakking erom willen kopen. Ik denk dat daar de sleutel zit. Ja. Ja, we hebben het hier natuurlijk over verpakkingen, denk ik. Charlotte die bedoelt natuurlijk, jouw vraag gaat denk ik over de verpakkingen en de verantwoordelijkheid over die verpakkingen. En ik denk dat wat we zien is dat er, afgezien van dat er sowieso natuurlijk een hele hoop verpakkingen zijn die slecht recyclebaar zijn, het licht gaat weer aan, die slecht recyclebaar zijn, zijn natuurlijk heel veel bedrijven echt wel bezig met te zorgen dat alles wat ze op de markt zetten recyclebaar is. He, dat hun product recyclebaar is. Maar dat neemt niet weg dat er gewoon duizenden en duizenden verschillende soorten plastics op de markt gezet worden, die vervuild worden, waar yoghurtresten in zitten, waar macaroniresten in zitten. En dat wordt aangeboden om uiteindelijk weer te sorteren. En dan kan het best zijn dat 1 type plastic, hè, 1 soort wel te recyclen is. Maar als je dat allemaal bij elkaar gooit, probeer het er dan maar eens uit te halen en schoon te houden. Is natuurlijk een systeem dat wel doet. En dat heet statiegeld. Statiegeld, dus het is een hoogwaardig materiaal, PET. Heel, eigenlijk het hoogwaardigste type plastic. Hè, PET. Dat zijn die flesjes. PET-flessen. Die raken. Ja, precies. Dat is eigenlijk heel hoog, bijzonder goed gemaakt. Of zeg je dat, hoogwaardig plastic. Dat wordt dan ingeleverd, schoon ingeleverd door de consument. Er zit natuurlijk nog misschien wat resten cola in, maar dat is goed eruit te wassen. En daar kunnen ze tot 98% nieuwe, tot 98%, dus daar gaat 2 of 3% virgin, dus bronmateriaal weer bij. Maar het grootste gedeelte kan hoogwaardig gerecycled worden. Maar dat kan alleen omdat dat zo'n ontzettend schone stroom is. Omdat mensen het zelfs geld voor krijgen om het, of terugkrijgen moet je zeggen, om het in te leveren. Dat is de enige reden waarom dat kan. En andere type plastics is dat gewoon veel, veel lastiger.
Zeker als je het allemaal bij elkaar gooit en het vervuilt elkaar. Nou, als je maar, daar ook statiegeld... Kan dat statiegeld op de flacon voor je wasmiddel? Ja, dat kan ook. Of je shampoo. En dan heb je hetzelfde voordeel. Dan heb je een ander soort plastic wat iets minder... Daar kun je minder mee knutselen dan met PET, dat klopt. Maar wat je goed kunt recyclen en waar je dan ook... monostromen krijgt, zoals ze dat noemen. Dus veel van hetzelfde, want dat is wat de grote industrie nodig heeft. Veel van hetzelfde. In theorie kun je bijna alles recyclen, maar er is dan te weinig van. Of het is net ietsje anders, of er zit net een ander toevoegingje in. Bijvoorbeeld petflesjes waar fruitsap in heeft gezeten, worden niet gerecycled. Want er zit om dat sap te conserveren zitten er toevoegingen in dat plastic die de rest van het proces verpesten. Dus die worden eruit gegooid. In theorie zijn ze recyclebaar als je alleen maar van die flesjes bij elkaar zou hebben. Maar zo gauw ze door elkaar gaan, is het lastig. En dat is het steeds. Dus in principe kan er veel meer kleding, kan ook statiegeld op. Overal statiegeld op. Ja, nou ja. Maar het houdt natuurlijk ergens op. En ja. Ik denk dat supermarkten... He? Albert Heijn, die schrikt zich helemaal het lablazerus. Ja, ja. Als u hoort dat overal statiegeld. Want dan heb je opeens een soort in de recyclingstation in plaats van een winkel. En dat is natuurlijk niet wat supermarkten willen. Die willen gewoon verkopen. Maar je hoort natuurlijk wel bedrijven. Bijvoorbeeld een bedrijf als Unilever. Daar zijn ze aan het kijken. Hoe kunnen we zorgen dat we 5 type plastics hebben? Gewoon 5. Dat is voldoende. In plaats van al die multilayer. En eentje alles voor wat water, allemaal... eentje voor zeep, eentje voor... Nou ja, voor verschillende. En daarnaast heb je natuurlijk sowieso nog de reductie. Hè. Kijk, je kan veel minder plastics. En je kan natuurlijk gewoon... We moeten dus kijken... Ja, oké, maar daar gaat die vraag van haar ook een beetje over. Ze zegt van, leg je die verantwoordelijkheid bij de consument? Van, die moet maar kritisch in de winkel zijn. Nee, het kan nooit... Ligt dat bij de producenten, bij de... Waarom de kopen... Kijk, onze maatschappij is ontworpen rond wegwerp plastic. 50 jaar marketing, verfijning is daar vooraf gegaan om te komen tot het moment waar we nu zijn, waar alles... waar je altijd op je wenken wordt bediend, waar alles gaat om impulsinkoop. 50 jaar. Waarom is het zo moeilijk om zelf ergens met je eigen bakje aan te kopen? Omdat er gewoon geen aanbod voor is. De maatschappij is ingericht op wegwerpplastic, dat op consumentisme. En consumentisme, impulsinkoop, dat gaat rechtstreeks in tegen wat duurzaam is. Duurzaam gaat om redelijkheid, matigheid. Dat gaat om over nadenken wat je volgende stap is. Daar gaat wegwerpplastic niet over, of consumptie. Dat gaat over nu, zo snel mogelijk hier. En het moment daarna, en zo goedkoop mogelijk. Dus bij de consument neerleggen, dat ze dus niet meer het goedkoopste en het makkelijkste kopen, nadat je dus 50 jaar ervoor hebt gezorgd dat ze dat doen, en want dat is inmiddels wel een automatisme geworden, toen de eerste plastic bakjes op de markt kwamen in de jaren 50, die huisvrouwen zagen die bakjes, en misschien heb je dat zelf ook nog wel eens als je naar de Chinees gaat, dan krijg je zo'n mooi bakje, ja, het is echt te mooi bakje om weg te gooien, toch? Is te mooi. Dat gevoel van herbruik en waardering voor materiaal, dat is volledig weg. En je kan niet van de plastic is altijd het goedkoopst en het gemakkelijkst. Dat is nou een eigenschap van plastic. En het nadeel van plastic is, eigenlijk in principe is het dus onbeheersbaar. In principe zal er altijd een stroom in het milieu belanden. In principe. Ja. Vanwege het gebruik. Ja. En omdat we het gebruiken en omdat we het ook soms achterloos achterlaten, maar ook omdat het gewoon slijt. En daardoor, ook uit je kleren wassen, hele kleine plastic deeltjes. Dus ja, het is niet alleen maar dat mensen zeg maar... de boel niet willen opruimen achter... Nee, klopt. Als je je vliestrui hebt gewassen... dan heb je een hele wolk aan microplastics in je afvoerwater. Ja, klopt. Ja. Er is ook iemand die vroeg van Maarten Takema... die had de documentaire gezien over het recyclen. Die denkt van, kun je niet allebei? Kun je niet en aan de bron scheiden en nascheiding doen? Ja, dat kan. Dat is ook geopperd door een van de mensen die ik heb geraadpleegd. Voor Leiden, zei hij, zou je het zo kunnen doen. Binnenstad is bronscheiden lastig en hoogbouw soms ook als mensen weinig plek hebben om het neer te zetten. Daar zou je dan nascheiden kunnen toepassen. En de buitenwijken zou je bronscheiding kunnen toepassen of mensen zelf apart laten houden.
Gemeente zegt dan, ja, maar dan heb ik twee systemen naast elkaar, dat kost te veel. Nee, zegt die man in Delft, dan moet je maar samenwerken met de buurgemeente, want dan kan het wel. Want Leiderdorp heeft qua karakter zelfde bouw als de buitenwijken van Leiden. En nou ja, zo kun je alle gemeenten om Leiden eigenlijk op die manier betrekken. En als je het samen doet, kan het wel economisch uit. Maar dat wil gemeente Leiden niet, in ieder geval toen niet. Maar er zit dus wel een economisch motief eigenlijk achter de keuze voor uitsluitend nascheiding. Ja, ja, de wethouder zei het zo, dit is nou eindelijk eens een maatregel die goed is voor het milieu en die geen extra geld kost. Ja, en daar kan ik dan geen spel tussen krijgen, als zou ik willen. Ja, maar, kijk, maar goed, dat is natuurlijk de vraag wat je dan met milieu... Kijk, als je het op CO2 gaat, als je het op CO2 gooit, hè, dan kan je zeggen, dit gaat op. Maar als het gaat natuurlijk om mentaliteit en om ervoor te zorgen dat de burgers inderdaad meer handvatten krijgen om zelf wat te doen, dan gaat dit natuurlijk niet op. En wat wil je? Je wil mondige burgers. Want je wil uiteindelijk dat die, uiteindelijk als ze naar de supermarkt gaan, weten wat ze wel en niet moeten kopen en op wie ze wel en niet moeten stemmen. Dus het is heel gemakkelijk om te zeggen, dit is iets wat zowel goed is voor het milieu. Ik geloof helemaal niet dat het goed is voor het milieu. Ik kan me niet voorstellen dat het goed is voor het milieu om mensen onwetend te laten. Nee, vanuit de recycling gezien, het Leidse plastic wordt gerecycled, maar uiteindelijk hooguit 40%, dus 60% niet. Die 40% die wel wordt gerecycled, daar is een deel, een heel klein deel op een redelijk hoog kwaliteitsniveau, maar nog niet zo hoog als dat van statiegeld. En de rest een beetje midden en nou ja, de bermpaaltjes toch. Ik bedoel, dat zijn ook leuke dingen, maar dat is geen circulaire economie. Want de kwaliteit van het materiaal gaat achteruit. Dus we recyclen wel, maar nog lang niet alles. De cijfers zijn ook lager dan de officiële cijfers doen vermoeden. Dat is gewoon een rekentruc, legaal, maar het is wel een truc. En ja, er wordt dus best veel niet gerecycled. En zoals bijvoorbeeld die sapflesjes die ik net noemde, de petflessen waar chloor in heeft gezeten, kunnen ook niet gerecycled worden. Of die gele, die blauwe, die rode van de spiritus en noem maar op. Dat gaat allemaal, op zijn hoogst wordt dat verwerkt tot van die straps, van die bindbanden die je bijvoorbeeld om stapels stenen vindt of dozen, dat soort materiaal. Maar er kunnen geen nieuwe flessen van worden gemaakt. Er wordt nu gezegd 60%, dat er 60% van de plastic wordt gerecycled. Ja, 50 hè? Zeggen ze. 52. Ja, 5. Hè? Maar dat is nog niet gerekend met de nieuwe Europese normen. Met de nieuwe Europese normen zal dat terugvallen tot 38, misschien 35 of nog minder. Of nog minder procent. Ja. Dus eigenlijk, recycling dat suggereert een cirkel, maar het is echt een soort halve salto en je landkaart op je rug. Dat is wat recycling op dit moment is. En dan doen we het in Nederland blijkbaar ook nog veel slechter dan in België. Want jouw film, dan zegt die man van hij krijgt een hele mooie schone stroom uit België. En daar doet hij dan een beetje uit Nederland, in ieder geval ook uit onze eigen stad Leiden, doorheen. Dat mengt hij bij en dankzij die schone stroom kan hij er toch nog wat goeds van maken. Zo zegt hij het min of meer. Hoe komt dat dan? Gewoon minder goed? Nee, en België doet het anders. België die zegt mensen moeten plastic apart houden in de blauwe zak. Maar alleen bepaalde met naam genoemde soorten verpakkingen. Dus niet alles. Die gele fles waar de chloor in heeft gezeten, die moeten de Belgen bij het restafval gooien. Ik weet niet of het nu nog is, want ze zijn het ook aan het veranderen. Maar het was in ieder geval zo. Dus in ons geval gaat die gele fles, als ik hem thuis weggooi, naar Rotterdam, naar Rozenburg, waar die uit het afval wordt gehaald. Dan gaat hij naar Meppen in Duitsland. Daar wordt hij gesorteerd op PET. Dan gaat hij weer terug in de Nederlanden, zegt Casares in de film. Gaat hij naar Spijk, aan de grens, nou ja, ergens anders in Nederland, in Oost-Nederland, voorbij Arnhem, hier vandaan gezien. Daar wordt hij afgekeurd. En dan gaat hij alsnog, nou niet de verbrandingsinstallatie in, maar wordt hij in de steenovens bijvoorbeeld gebruikt als brandstof. Ik zeg tegen een Belg, die zei van ja, bij ons is het helemaal geen goed systeem. Ik zeg nou ja, jullie gaat hier gelijk naar de verbrandingsoven en van ons gaat hier die weg die ik net beschrijf. Wie is hier gek? Ik bedoel, het is gewoon een andere keuze, maar zij recyclen een klein deel beter dan wij en heel veel recyclen ze niet. En ik heb ook een verhaal gehoord over Zweden. Dat is natuurlijk altijd misschien wel het toonbeeld van recycling, maar iemand die was er op bezoek bij kennissen en die had gewoon in zijn bijkeuken niet één bak voor plastic, maar een hele batterij met en het dopje ging dan in het ene bakje en die fles moest hierin en die fles moest daarin. Ik dacht, ja, dat klinkt ook wel heel goed, maar nou ja, ik zie de commentaar al voor me als we dat hier in Leiden gaan invoeren. Is dat een utopie, zo'n soort recycling? Misschien niet. Het Zweedse systeem. Nee, ik geloof veel meer dat we. Ik,
Aan de ene kant denk ik dat het belangrijk is dat we gaan bondscheiden. En niet alleen huishoudens, maar juist ook scholen, juist ook kantoren. Al die plekken waar we dat nu niet kunnen doen. Hè. Ik vind het heel, het lijkt mij, het is zo logisch dat je dat maakt tot een automatisme. Dat je het tot een automatisme maakt hoe je met je afval omgaat. En dat je daar een onderscheid in maakt tussen plastic, papier en metaal. En misschien restafval. Ik vind het ook een verantwoordelijkheid voor bedrijven om er sowieso voor te zorgen dat er geen restafval bestaat. Hè. Hoe kan dat? Dat dat sowieso bestaat. Dat er iets is wat niet in die andere stromen komt. Natuurlijk, in Zweden hebben ze veel meer ruimte, maar in Stockholm bijvoorbeeld weer niet. Hè. Natuurlijk zijn er plekken waar er meer ruimte is. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat we aan de ene kant zorgen dat we die educatie, de manier waarop dat we dat op een automatisme maken, hoe we met ons afval omgaan. Aan de andere kant moeten we natuurlijk zorgen dat die bedrijven veel minder type plastics op de markt zetten. En dat we uiteindelijk verminderen, dus sowieso veel minder met wegwerpplastic doen. En dat we het tot een automatisme maken. Dat als je ergens naartoe gaat, dat je eigen beker meeneemt. Of dat je dat het gefaciliteerd wordt dat als je naar de supermarkt gaat, dat je op andere manieren, dat je dat niet altijd met dat plastic in je winkelwagen terugkomt. Dat is natuurlijk waar we naartoe moeten. Het kan niet zo zijn dat we overspoeld worden met plastics en materialen en dat het dan aan de consument gelaten wordt, hoe die dat dan uiteindelijk, wat hij daar uiteindelijk mee doet. En dat we dan uiteindelijk een soort technische oplossing voor zoeken. Terwijl de kern van het probleem natuurlijk ligt bij die producenten en bij de personen die dat uiteindelijk op de markt zetten. Nou is het wel zo dat het gaat niet alleen om dat plastic, het gaat om ons hele stelsel. Bijvoorbeeld, ik heb ook gevraagd, komkommers die in folie zitten, moet dat nou? Er zijn mensen die hebben dat liever niet. In de winter zijn de komkommers die we uit de kassen halen wat slapper. En gaan gauwer kapot bij het sorteren en bij het verpakken. En als je er een folietje omheen doet, dan halen ze de eindstreep. Dus in het eerste geval, zonder de folie gaat er voedsel verloren. Daar is veel aardgas in gaan zitten om dat te verbouwen. Dus dan kost het meer. Je hebt meer CO2-uitstoot zonder plastic dan met. Dus zo lastig is het. We eten fruit jaar rond. Ik kan me nog herinneren, ik kom uit de Betuwe, de fruitstreek, de aardbeien, die had je in juni. De kersen die kwamen in juli, augustus. En dan in eind september, begin oktober, dan kwamen de eerste appels. En nu kun je gewoon het hele jaar door kersen, frambozen. En het komt van over de hele wereld. En dan moet je wel gaan koelen en gaan verpakken om dat goed te houden. Nee, het gaat ook niet om het plastic, het gaat om de wegwerpcultuur die het faciliteert. Plastic is de aanjager. Plastic is niet fout, zeg maar. Nee, plastic is een fantastisch materiaal. Alleen we gebruiken het voor een toepassing die absoluut verre van fantastisch is. Namelijk voor die wegwerpcultuur. Kijk, komkommers is een voorbeeld. Natuurlijk, je hebt minder voedselverspilling als je zo'n plasticje om die komkommer doet. Maar plastic zorgt er ook voor dat we nu blauwe bessen uit Kenia invliegen midden in de winter. Dat is waar plastic voor gezorgd heeft. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, moeten we dat dan willen? Moeten wij als consument altijd alles aangeboden willen krijgen? Is dat dan ons hoogste doel? Nou, als je het vanuit een duurzaam perspectief zou krijgen, kan je zeggen, nou, dat zou beperkt moeten worden in sommige gevallen. Zwarte bessen, ik weet niet hoeveel CO2-uitstoot dat is. Dus dat uit Kenia laten halen. En dan wil ik best komkommertjes in plastic houden die van hier lokaal geteeld worden. Ja, het hangt natuurlijk allemaal met heel veel dingen samen. Een andere vraag die binnenkwam en waar ik zelf ook wel heel erg geïnteresseerd ben. Nou, dat zie je dan af en toe. En als je naar een verantwoorde winkel gaat, dan hebben ze plasticvrij plastic. Het ziet eruit als plastic, maar daar staat erop, nee, er zit geen plastic in. Dan denk ik van, nou, dat is dan blijkbaar heel goed. Is dat biologisch afbreekbaar wellicht? Bestaat dat? Afbreekbaar plastic? Wat je gewoon... Marijn, Jan, wie wil als eerste wat zeggen? Zal ik beginnen? Allereerst, plastic dat gemaakt is van ander spul dan aardolie. Dus bioplastic. Van rietsuiker bijvoorbeeld kun je plastic maken wat precies, maar dan ook precies hetzelfde is als dezelfde plastic uit aardolie. Bijvoorbeeld shampooflessen kun je maken van aardolie, polypropyleen. En van propyleen. Dat breekt allebei gewoon niet af.
Dus dat is één. Dan zijn er ook nog biologische plastics die wel afbreekbaar zijn, maar die breken te langzaam af. Dus als die bijvoorbeeld naar een composteerinrichting gaan, dan verstoren ze daar de boel. Voor een deel komen ze, zoals in het Leidse geval, in het restafval terecht. Dan komen ze in de nascheiding. En dan is maar de vraag of ze er daar genoeg uitgehaald worden. En of ze niet als stoorstof in het proces blijven zitten, zoals ze dat dan noemen. Dus dat het de recycling bemoeilijkt. Of er ook plastics zijn die wel snel genoeg afbreken, weet ik eigenlijk niet. Want ik heb daar niet naar gekeken. Maar ik heb dus wel gemerkt dat het niet zonder meer de oplossing is. Nee, misschien op termijn voor bepaalde niches, misschien die komkommer wel in bioplastic, wat we dan zelf kunnen composteren in onze eigen tuin, omdat het dan wat langzamer gaat dan in zo'n composteerinstallatie. Er zal vast wel zoiets komen als het er al niet is, maar het is geen totale oplossing, zeker niet. Het is niet zo dat je een prachtig plastic kunt maken uit een bepaalde plant die je gewoon Het lastige bij spreken in de grond kan stoppen en na 2 maanden is het weg. Ja, weet je hoe dat heet? Papier. Ja. Ja. Zo heet dat plastic, dat gaat wat afbreekbaar is. Ja, en dat gaat kapot. Wat van een plant komt. Dat gaat kapot als het nat wordt. Want dat moet ook, anders breekt het niet af. Maar als we er natte dingen in willen verpakken, dan werkt het niet goed. Nee. Ja. Nee, composteerbaar, de wetenschap is nog niet zo ver dat we dat nu echt hebben. En als je het bij het GFT gooit, halen de GFT composteerinstallaties halen. Ja. Dat er weer uit. Dus er is op dit moment niks dat op een manier composteert in de natuur. Dus dat is eigenlijk, moet je dat überhaupt niet hebben, want je mag het eigenlijk niet bij je restafval doen, want dan komt het in de recycling en de nascheiding en dan levert het daar een storing op. Je kunt het ook niet composteren. Nee. Dus dit is restafval. Die zakjes met Het is restafval. Ja, maar echt restafval. Het is restafval, ja. Maar het probleem natuurlijk van plastic en waar we het er nu over hebben en 6 jaar geleden nog niet, of 7 jaar geleden nog niet, is die plastic vervuiling. En dat is wat natuurlijk nu op ons netvlies is gekomen. En die toename van die plastic vervuiling en hoe dat te stoppen, dat zit, wat mij betreft, daarvoor hebben we een veel grotere verandering nodig. En recycling is daar niet de oplossing. Het gaat erom hoe voorkomen we binnen die wegwerpcultuur, binnen dus een systeem wat alleen maar meer plastic aan het produceren is. Hè. We krijgen binnenkort een plastic fabriek in Antwerpen erbij. Dat is alleen maar, we krijgen alleen maar meer plastic en alleen maar meer virgin. Hè? Dus bron, hoe zeg je dat? Uit olie gemaakt plastic. Juist plastic. Ook omdat de olieprijs nu zo ontzettend laag is. Dus het is heel goedkoop. Het wordt alleen maar goedkoper. Er wordt steeds meer aangeboden. En aan de andere kant zie je natuurlijk dat we gewoon dat verlies in het milieu, dat dat eigenlijk inherent is aan de manier waarop we het gebruiken binnen die wegwerpcultuur. Dus wat we aan moeten pakken is die wegwerpcultuur. En dat is iets waar mensen zelf ook iets aan kunnen bijdragen. Gewoon nou, dat is dus lastig. Wij hier aan tafel, iedereen zit heel lastig als je dus in een maatschappij zit die gemaakt is op wegwerp. En dat is volgens mij de eerste vraag, was dat al. Ik loop rond met mijn eigen bakje in mijn broodzak, maar ik kan er zo weinig mee. Dit vraagt veel meer maatregelen. Waarom is het zo dat als je je hebt nu bijvoorbeeld op het station, kan je als je je beker, we gaan nu niet meer naar het station, maar stel dat het weer gebeurt, hè, dan kan je een koffiebeker, of kan je een koffie halen en dan krijg je 25 cent korting als je je eigen beker meeneemt. Vrijwel niemand doet dat. Ten eerste zou je kunnen zeggen, waarom kost die beker, die wegwerpbeker niet gewoon 25 cent... En zorg je, hè, krijg je gewoon, is het altijd 25 cent duurder als je. Dan nemen mensen sowieso eerder natuurlijk hun eigen beker mee. Maar waarom is die hele omgeving niet ingericht omdat je je eigen herbruikbare beker meeneemt? Waarom kan je hem nergens omspoelen? Waarom kan je hem nergens inleveren? Waarom kan je er nergens een nieuwe kopen? Waarom is er nergens een houder? Het is niet ingericht op herbruik. Het is ingericht op eenmalige consumptie, op impulsconsumptie. En dan gooi je hem gewoon weer. En daarna gooi hem weg. Ja, dat is het automatisme. Ja. En zelfs dus niet overal op dezelfde manier. Als we dan weggooien, laten we dan tenminste zorgen dat we overal op dezelfde manier weggooien. Leren we er tenminste nog wat van. Maar zelfs dat is niet zo. Wat bedoel je daar precies mee? Ik vind dat op scholen, kantoren, verenigingen overal op dezelfde manier met je afval moet omgaan. Dat je overal weet, dit is plastic, dit moet daarin. En dat je tenminste die waardering voor dat materiaal, die minimale waardering voor het materiaal, dat tenminste geborgd wordt. En zelfs dat is niet zo. We worden dus opgescheept met een materiaal waar we uiteindelijk geen enkele feeling mee hebben. En dat wordt dan
soort van nagescheiden. Hè? Techniek zou dat dan oplossen. Er wordt van gezegd, het is recycling, het helpt tegen de plastic soep. Wat dus absoluut niet zo is. En die recycling lijkt absoluut nergens op. Met de nieuwe regeling misschien 30% recycling. Het gaat om die wegwerpcultuur. En dat is ook waarom jij het zo gestreden hebt voor statiegeld op petflesjes. Want ik heb er statiegeld op en dan zijn we wel bereid om DIN te leveren. Statiegeld doet een aantal dingen. Eén, het zorgt ervoor dat je dus dat er geen zwerfafval meer is of van dat product. Omdat als jij het weggooit, is er altijd wel iemand anders die het alsnog inlevert. Maar het zorgt ook voor die herwaardering van het materiaal. En het zorgt dus voor een duurzaam gedrag. Namelijk, als je klaar bent met je flesje, dan hou je het nog even vast. En dan denk je na wat je ermee gaat doen. Allemaal ontzettend belangrijk van dat statiegeld. Afgezien van dat het. En daarnaast is het ook nog zo, als we het dan ook toch over recycling moeten hebben, dat het ook nog eens hoogwaardige recycling borgt. Ja, want die kleine petflesjes die gaan vervolgens het recycleproces in. Ja, en dat is mooi materiaal. Daar zijn ze gretig naar, de recyclers, dat kun je wel stellen. Ja. Dus in die zin zijn ze wel weer blij dan. Dat we dat in ieder geval in Nederland gaan invoeren, dus ook in Leiden. De grote producenten van frisdranken, die worden zich steeds bewuster van toch de publieke druk onder invloed van Marijn. Van de NGO's. Ja, maar dat helpt zeker. Ja. En die gaan dus nu vragen aan hun leveranciers, wij willen tenminste 7% gerecycled materiaal in onze flessen hebben. En die leveranciers van petflessen, die denken nu van, waar haal ik dat vandaan? Ja. Want België is al leeggekocht, Noorwegen is al leeggekocht. Onze eigen statiegeldstroom, die wordt al helemaal benut. Dus ze hebben behoefte aan nieuw materiaal. Dan kun je het chemisch recyclen, dat is een nieuwe toverwoord. Maar dat kost meer moeite, meer energie. Is nog wel energetisch de moeite waard om te doen. Maar het is gewoon nog weer een stap extra. Dus dat is niet de totale oplossing, hooguit voor een klein deel. Dus als daar opeens een nieuwe statiegeldstroom bij komt, ja, zijn ze blij. Plus dat ik denk dat bijvoorbeeld de daklozen in Leiden, die het ontzettend moeilijk hebben, nu ook door corona, mensen die hebben geen klein geld meer op zak, dat die er een verdienmodel gaan bij krijgen voor de mensen die toch hun statiegeldflesje in de prullenbak gooien op straat, mag niet, dan moet boete op. Maar als ze het dan in de prullenbak gooien, dat die een dakloos eruit kunnen halen en zo hun biertje bij elkaar kunnen sprokkelen. Dus dat heeft ook een extra voordeel. Dat is misschien wel een heel onverwachte perspectief. Ja, nou, ik heb het in Kroatië gezien, vandaar. Het is niet in de Berlijn, Duitsland ook. Ja. Wordt zelfs die flessen worden ook, de glazen flessen worden klaargezet voor daklozen om mee te nemen. Ja, zeker. En zeker. Als het dan voor die petflesjes, zijn er dan nog meer plastic producten van je zegt van, daar zou eigenlijk ook statiegeld op moeten? Kijk, ik probeer de wegwerpcultuur aan te pakken. Dus ik zou producten zoeken die in dat spectrum zitten. Ja, dat zijn bijvoorbeeld dus ook blikjes, weliswaar is dat geen plastic, maar dat zijn. Er zit wel plastic in, hè? Er zit een plastic binnen. Ja, er zit een plastic, blikjes. Maar goed. Het is, ja, goed. Ja, maar dat is op andere manieren ook eruit te scheiden. Maar het gaat erom dat het om die wegwerpcultuur gaat. Dus dat zouden, wat mij betreft, producten zijn dus die in die keten zitten, die mijn voorkeur zouden hebben. En voor andere type plastics, die wasflacons en dergelijke, ja, daar zouden natuurlijk ook soorten. Want dat is wat ze in België doen, daar pakken ze gewoon de krenten uit de pap. En dat gaan ze recyclen, daarom hebben ze ook hoge recycling rates. Maar goed, dat zouden wij hier in Nederland natuurlijk ook kunnen doen. Ja, vooral en harde plastics. In jouw film werd gezegd over van, je moet gewoon het plastic terugbrengen naar de producent. Ja, uit Delft. Dat zijn Delftse professoren, dat klopt. In theorie kun je plastic zo goed scheiden. Ze zijn in Delft allerlei technieken aan het verfijnen. Dat je niet alleen op soort plastic, bijvoorbeeld PET is dan een soort, maar dat je binnen die soort nog kunt kijken wat de eigenschappen van die PET zijn en wat voor toevoegingen daarbij zitten. En zo zegt hij, ik heb het hem niet zien doen, maar ik geloof hem, kan hij een margarinekuipje van de Plus onderscheiden van een van de Albert Heijn. Ja. En dat denk je, wat heb je eraan? Nou, hij zegt, je moet het zo zeggen, de producent is verantwoordelijk voor zijn materiaal. Dus als je margarine in een kuipje op de markt wilt brengen, is hartstikke handig. Maar dan krijg je dat kuipje ook weer terug. En als je materiaal op de markt brengt wat niet herbruikbaar is, dan zadel je jezelf op met het probleem. Dus komt er vanzelf een drang om met alle margarinefabrikanten bijvoorbeeld af te stemmen. Joh, als we nou samen doen en dezelfde doops gebruiken, dezelfde toevoegingen gebruiken, dan kunnen we dat in één keer doen. Dan gaat alles opeens in beweging komen. En dat vond ik een heel interessante gedachte, ja. Absoluut, dat is denk ik de toekomst. Ja,
minder variëteit. Helemaal van plastic af geloof ik ook niet. Ik maakte voor de uitzending al een grapje over een houten pacemaker. Maar, dat is heel wat anders. Hè. Ja, nee, maar dat is ook verpakkingen plastic. En single-use plastic. Nee, maar we hebben natuurlijk veel meer plastic dan alleen verpakkingen. Alleen in een normaal huishouden zijn het vooral verpakkingen die je door de week of die je wekelijks weggooit. Nee, we hadden al vastgesteld dat plastic aan zich niet iets fouts is, maar wel de manier waarop wij ermee omgaan. Ja. Omdat we het beschouwen helemaal als mee iets eens. Van, helemaal dat mee gebruiken eens. We soms misschien maar 3 seconden en dan gooi je het weg. Ja, klopt. En daar moet iets dingen. Zijn jullie optimistisch als je kijkt naar de toekomst? Als je nou dat hele recycleproces hebt vastgelegd, denk je dan van, dat is eigenlijk wel oké? Of schrik je er alleen maar meer van? Ik ben het met Marijn eens dat je moet blijven duwen en trekken. Want de enige prikkel om het te verbeteren, dat zijn wij. Dat is de publieke opinie. De politiek volgt altijd. De politiek gaat nooit voor de publiek uit, of nooit is niet waar. Maar in dit soort gevallen is het toch wat de mensen zelf willen. Dus dat moet in beweging blijven. Maar er gebeuren wel dingen. Eén persoon die ik geraadpleegd heb, een eigenaar van een verpakkingsbedrijf, die zei, kom alsjeblieft over een half jaar, dan heb ik zoveel om te laten zien aan beter recyclebaar materiaal enzovoort. Dus er gebeurt wel wat op het moment achter de schermen. En die recycling, dat percentage nu, van voor Leiden schat ik het op 40%, maar gemiddeld voor Nederland, het Centraal Planbureau zegt onder de 30. Het werkelijke percentage, dat is nu nog laag. Ja, uiteindelijk, als we van het zwerfvuil af zijn, moeten we nog steeds zuinig zijn met plastic, met aardolie, want dat raakt ook een keer op. Dus die recycling, dat bestaat gewoon naast elkaar. Die wordt ook beter, ja. Dat geloof ik wel. Je ziet wel interessante ontwikkelingen. En jij, Marijn, ben jij optimistisch? Je bent in gesprek met Europa over om overal statiegeld te krijgen op petflesjes. Is dat iets waarvan je denkt, ja, dat gaat gewoon gebeuren? Dat gaat zeker gebeuren. Nee, ik kan niet anders zijn, denk ik, dan optimistisch in het werk. Wat ik doe, als ik niet optimistisch was, dan was ik al lang gestopt. Nee, ik ben optimistisch ook vanwege wat ik zo net ook al zei. Hè. 6 jaar geleden hadden we het hier niet over. Dat hier zo'n momentum is, heeft te maken met dat het zo tastbaar materiaal is. Zo zichtbaar dat we er foto's van kunnen maken. En dat je ook direct, als er maatregelen genomen worden, dat je ook direct het resultaat ziet. We hadden hier in Leiden op 3 oktober die statiegeldbekers ingevoerd. Dezelfde 3 oktober ligt er geen beker meer op de grond. Zo direct werkt dat als je dat soort maatregelen neemt. En dat geeft heel veel hoop natuurlijk voor de toekomst ook. Maar dat er uiteindelijk iets groters moet veranderen. En dat dat een systemische verandering is. Dat een verandering is die verder gaat dan alleen de consument. Dat lijkt me duidelijk. Maar ik heb er alle hoop in, zeker nu. Europa de grootste stappen vooruit zet nu. En de mensen willen het, dus ik ben optimistisch. En wat wordt de volgende reis van de soepsturven? Ik ben aan het plannen om komende september, het is echt heel prematuur, maar ik ben aan het plannen om komende september een tour door Nederland te doen. En natuurlijk corona, dus ik hoop dat ik België of Frankrijk kan, maar gaan we zien. Door Nederland en dan wil ik inderdaad juist die nascheiding, die bronscheiding op scholen, dus juist dat uniforme scheidingssysteem, scholen, kantoren, verenigingen, wil ik voor gaan zorgen. Dus ik wil langs scholen, langs gemeentes, langs recyclers, om dat verhaal te vertellen. Want dat is op dit moment ook politiek een belangrijk onderwerp. En we denken dat we daar het verschil kunnen maken. Dankjewel. Dankjewel Jan Stap, dankjewel Marijn Tinga voor jullie komst hier naar de studio en om te praten over plastic. We zijn aan het einde gekomen van deze thema-uitzending over plastic in de maand mei als plasticvrij maand. En we hoeven misschien niet helemaal van het plastic af, maar we moeten misschien wel nadenken over waar we dat plastic voor gaan gebruiken. Hoe duurzaam gaan we ermee om? En misschien moet je ook af en toe eens nadenken, heb ik dit wel echt nodig? Dankjewel voor het kijken. En je kunt natuurlijk altijd verder kijken op onze website sleutelstad.nl.